Succes, man. Succes, vriend. Veel plezier. Dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Hoe vaak scoorde Leeds the One dit WK? 2 keer. Sorry, mag zo lang wachten? Het antwoord geven? Oh, ik dacht met stuiteren. Oh ja, nee, ik dacht... Oh, oké. Okay. Dat je mag nadenken na het stuiteren, dat mag. Ja, oké. Okay. Hoe vaak haalde Nederland de finale van het WK voetbal? Van de WK? 3 keer. Mag zo lang nadenken. Ik wacht even op mijn knikken. Nee, nee. Wie is de all-time topscorer van het WK? Zo, Klose. Welke coach haalde Virgil van Dijk naar Southampton? Ho! Welke coach haalde Virgil van Dijk naar Southampton? Ah, dit kan echt niet. Hoezo mag dat niet dan? Dit, ja. Hoezo? Wie zegt dat dit niet mag? Ja, ik stuit er gewoon, maar ik weet hem eigenlijk helemaal niet. 5 seconden. 5 seconden? Ah, echt zo lang? Koeman? Dan ga je niet meer goed. Oh, dit kan je niet meer goed rekenen. Hij zei 5 seconden. Maar dit duurt echt te lang, man. Dan moet je maar eerder stuiteren. Is die vraag gaan halen? Heel lang, hè? Moet je maar eerder stuiteren. Dit is gewoon een minuut, man. Ik stuiter nu vast voor die volgende vraag. Ach, vriend, alsjeblieft. Jezus. Wat te lang. Welke voormalig FC'er speelde samen met Jude Bellingham op het middenveld van Birmingham City? Michael Kieftenbaum. Oh, dat is goed, snel geantwoord. Hoeveel WK-wedstrijden speelde Aydin Rustić? Ja? Die pauze. Oh. Hij heeft eentje nog gespeeld. Hoeveel interlands speelde Ricardo Pepi tot nu toe voor Amerika? Durf ik dit aan? 5. 4. Dat is 12. Wat? Netjes, ik hoor. Ik zit dichtbij. Ja. 2. 2. 4 als je die Koeman mee wil rekenen. Maar als je hem wil tellen, dan is het goed, hoor. Nee. Gefeliciteerd. Dankjewel.